Ik probeer in deze video Martijn een recept te leren. Die blokjes horen erin. Bij het wakker worden heb ik een hele interessante gedachte. En toen ging de wekker en toen dacht ik even 1 seconde van Mika vertelt een verrassende mop. Ik heb nog een leuke mop. Vingers. En ik geniet met Jelle van een lekker Gooise lunch. Ik zie dat jij van oesters hield. Nou, dat is wel lekker. Goedemorgen, het is inmiddels zondag en het shot dat je net zag van de gordijnen die opengingen, dat was gisteren in het Volkshotel. Ik wilde eigenlijk gisteren nog gaan vloggen, want het was zo gezellig met Bonnie en Nick en met Doak, maar het lukte gewoon niet. Ik was te moe vooral. De hoofdpijn en zo viel wel mee. Ik was niet misselijk, dus ik had helemaal niet zo'n erg kater, maar ik had gewoon echt te kort geslapen. Ik denk dat we uiteindelijk 5 uur of zo in het hotel waren. En dankzij mijn fantastische nieuwe ritme werd ik gewoon om 8 uur weer wakker. Toen heb ik nog wel eventjes kunnen slapen gelukkig, maar ook steeds zo heel veel water moeten drinken tussendoor om te voorkomen dat de kater nog erger werd. Toen zijn we nog wel heel erg lekker in de hot tub geweest op het dak van het Volkshotel. Dat was echt fantastisch. Ik dacht, dit wordt niet zo fijn want het regent, maar in dat hele warme water en dan die koude regen op je hoofd, ik vond het heerlijk. Toen wilden we nog wat gaan ontbijten in Amsterdam, maar het was zaterdagochtend en we waren allemaal echt super gaar. En we konden gewoon het idee van zo'n hele volle lunchtent en in de rij staan en door de regen moeten lopen. We konden het gewoon even niet aan. Dus toen zijn we gewoon in het Volkshotel gaan lunchen. Althans, daar was de chef niet opkomen dagen of zoiets. Dus er was niet zoveel te eten. Maar ik had inmiddels zo'n trek dat ik alles wel op kon eten. En ik had een hele lekkere kaascroissant. En toen ik thuis kwam heb ik nog even een heerlijk dutje gedaan. Nou, een dutje. Ik heb gewoon echt nog een paar uur geslapen. En toen ging het eigenlijk wel weer goed. Dat was eigenlijk wel fijn. En 's middags kwam Jelle en toen hebben we lekker Indonesisch besteld. En de laatste aflevering van Outer Banks gekeken. Ik vond het een heel lang en vaak lachwekkend seizoen. Maar aan het einde vond ik het toch wel weer spannend. En vandaag zondag, het is 10:50. Dus ik zit nog lekker in mijn badjas. Zijn rustig opgestaan en gaan ze ontbijten. Maar ik was eigenlijk al wakker, want ik moest vanmorgen werken. Ik had een samenwerking waar ik een story voor moest plaatsen op mijn Instagram. Dat moest per se om 8 uur, want het ging over dit dekbed. Dus dat was te handig als mensen dat zien als ze nog in bed liggen misschien. En toen ging de wekker en toen dacht ik even 1 seconde van wat is dit voor een rotbaan? Moet ik nou 's morgens om 7:50 wakker worden om een story te plaatsen? Heel verwend. En toen vervolgens kon ik dat gewoon zo lekker vanuit bed posten. Toen dacht ik, oh wacht, dit is eigenlijk echt heel chill. Toen heb ik hem weer omgedraaid en ben ik weer in slaap gevallen. Vandaag is het dus zondag en wat staat op de planning? Ik ben te gast in de nieuwe podcast van Martijn vanmiddag. Dus dat is heel leuk, daar ga ik naartoe. Jelle is hier, maar die moet veel aan scriptie werken. Het is mooi weer, dus misschien is dit wel een goede dag om toch eindelijk mijn tafeltje te gaan schuren. Mijn salontafel. Want deze week, ja, of was het vorige week? Ja, voor mij deze week staat helemaal in het teken van vervelende klusjes die niet per se heel veel werk zijn, maar die ik al wel heel lang aan het uitstellen ben. Waaronder het opschuren en in de olie zetten van mijn salontafel. Maar dat is denk ik wel fijn om buiten te doen vanwege al het stof. Zo moet het wel een beetje lekker weer zijn. Oh, dit is trouwens mijn nieuwe badjas van het Volkshotel gekregen. Heel leuk. Hij is ook zo lekker groot. Normaal heb ik heel vaak dat een badjas voor mij een beetje net te kort en net een beetje te krap is. Terwijl een badjas moet juist heel lekker en comfortabel zitten, toch? Eerst maar eens even koffie en ontbijt. Ik had een paar dagen geleden in mijn nieuwe rubriek ongevraagd advies een beetje een grapje gemaakt van alle ongevraagde adviezen. Maar er zaten wel echt serieuze goede tips bij. Ik had geklaagd over dat mijn SD-kaartjes, dat zijn kaartjes waar de videobeelden op staan uit mijn camera. Dat als je 5 vlogs per week maakt,
dan gebruik je heel veel kaasjes daarvan en je wil ze niet te vroeg wissen. Dus dan heb ik af en toe nogal veel chaos. Er zijn hele mooie kastjes, doosjes waar je SD-kaartje in kan bewaren. Dat heb ik gegoogeld en toen vond ik iets op Etsy van iemand die dat met de hand maakt. Oeh, kijk. Dan kan je hier helemaal allemaal SD-kaartjes in doen, wel een beetje veel. En hier ook nog micro-SD-kaartjes. Hé, hey, dus kijk maar even op. Nu staat het in spiegelbeeld. Wat? Staat het in spiegelbeeld. Al je kaartjes zo erin doen. Ja, super handig. Kan er eventueel nog op dat hout bijschrijven welk kaartje van welke dag is. En dan kan je hier de micro-SD'tjes doen. Zo. En die zet ik dan gewoon voor mijn computer. Mooie dopjes. Dus super goed idee. Bedankt voor de tip. We hebben even lekker gewandeld, even van de zon genoten. En nu ga ik naar Martijn voor de opname van zijn eerste podcast aflevering, zeg maar de pilot aflevering. Ik weet nog niet precies waar het nou over gaat, maar het heeft iets te maken met zijn vaderschap. En ik geloof dat er gekookt gaat worden. Ik ben benieuwd. Hallo. Hey. Zo. Ziet er goed uit. Stress. Stress? Ik heb heel veel stress. Technische stress? Ja, ik heb maar een biertje gepakt. Oh, lekker. Ik zei al, maar kijk dan, dit moet ik al aansluiten. Oh my god, kan je gewoon je telefoon neerleggen? Ja, dat kan. Nou, het ziet er wel goed uit. Het is wel profi, hè? Als het nou misgaat, ligt het aan ons. Nou ja, de regels toch, hoe meer techniek, hoe meer er fout gaat. Ja. Het is jouw idee, hè? Jij zei, begin een hobby. En jij doet het dan ook echt zoals mannen een hobby beginnen. Eerst alle apparatuur in huis halen. Ja, tuurlijk. Dat had ik ook toen ik had ontdekt dat ik het leuk vond om te zwemmen. Toen heb ik zo meteen eerst een hele dure zwembroek en een badmuts en een duikbril. En... Maar zwem je nog? Nee, twee keer gedaan. Ik ben benieuwd hoeveel afleveringen jij gaat maken. Nou, volgens mij is het, wat ik ga proberen is er gewoon een paar op te nemen. Dan heb ik alvast wat. Dan heb ik niet steeds die stress, want dan wordt het niks. Ja, dus het is ook niet zo dat als de kijkers dit zien dat hij dan al online staat waarschijnlijk. Nee. Maar het is zo goed ingesproken ook. Ze hebben het echt heel goed gedaan. Mika zingt ook. Zal ik kijken of ik die van Mika kan vinden? Die is echt heel leuk. Martijn kan niet koken, zijn grapjes zijn leem. Dus vraag die BN'ers, hij kikt op hun veen. Dat is je intro muziek. Ja. Lekker. Vond hij het leuk om te doen? Hij vond het heel eng, maar ook wel stoer. Oh ja. De gast, goede vriend en YouTuber Bram de Wijs. Hij is bijna 2 meter. Hij houdt van Haribo kikkers. Zeker. En hij haat het woord leuk. Ja, toch? Leuk? Ja, zou je een goede vader zijn? Ja, maar kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om leuk te zijn voor kinderen waar je gewoon weer weg kan. Zoals de kinderen van mijn broer, jouw kinderen. Dan is het heel, ja, kan je een soort leuke, gekke oom zijn die allemaal leuke dingen met ze doet en zoveel snoep geeft. En als ze gaan janken, stuur je ze weer terug. Nou ja, inderdaad, dan mogen ze weer naar huis. Dus ik weet niet of ik ben wel heel geduldig. Dat is volgens mij wel echt een belangrijke vaderschapskill, of niet? Ja, zeker. Ja. En die blokjes horen erin? Maar waarom wordt die deksel nou zo heet? Dit is niet de bedoeling. Oeh! Die deksel is echt gloeiend heet. Ja. Nou. Tadaa. Dit heb ik dus helemaal zelf gemaakt. Ja, dag. Jij hebt een beetje toegekeken. Hoe ging je eerste podcast? Je kunt het beter aan jou vragen. Ja, ik heb het gevoel van ik lulde me wat, maar volgens mij is dat het hele concept. Het was heel chaotisch. Ja. Maar vooral omdat ik ging koken in jouw keuken. Dat is echt veel lastiger dan je denkt. Gewoon dat je even een spatel wil pakken en niet weet waar de spatel staat. Maar het is gelukt. Het is wel gelukt, ja, zeker. Gelukt. Ja. Denk je, mag je het een podcast noemen?
Ja, volgens mij wel. Het was in ieder geval een gesprek over ouderschap, terwijl ik helemaal geen kinderen heb. Maar wanneer kunnen mensen dit horen? Dat duurt nog even. Duurt nog even, want ik wil eerst minstens 4 hebben. Ja. Ik vind het zelf heel vervelend dat je een podcast hebt, dus moet je 2 weken wachten. Dus gewoon iedere dag googlen op mijn vader is een boomer. Instagram kan je nog wel volgen, mijn vader is een boomer. Dat is handiger, iedere dag googlen. Daar krijg je ook updates en leuke filmpjes over hoe hij bijna alles uit zijn hand laat vallen. Hartstikke leuk. Ja, de deksel die ging... maar die deksel werd heel heet. Het was de schuld van de deksel. Ja. We zitten lekker even bij Maud. Ik ben hier lang niet geweest. Maar ze hebben hier wel erg lekker eten. De podcast ging goed. We gaan straks proeven bij Martijn of de mac and cheese goed is gelukt, maar volgens mij was het prima. Maar nu eerst oesters. Ik wist niet dat jij van oesters hield. Nou, het zit wel lekker. We hebben dat toen in Haarlem gehad, volgens mij. Haarlem? Toen we naar zo'n voorstelling gingen van Doop. Ah. Jelle gaat zijn eerste oestertje eten. En? Ja, een beetje mossel. Yes. Proef de zee. Ja. Als kids? Wat? Was goed? Nee. Hoezo niet? School. Oh, ja. Ik heb gekookt in Martijn's nieuwe podcast. Ik ben nu een beetje weet. Martijn heeft een podcast. Ja, weet je. Je hebt er mooie jingles in gezongen, hoor ik. Ja, heel mooi. Nice. En ik heb gekookt. In de tussentijd? Nee, dat was het onderdeel in de podcast. Dat ik koken Martijn een recept ging leren. Welk recept heb je me geleerd? Mac and cheese. En toen? Toen ging ik dat maken. Dan heb ik jullie keuken heel vies gemaakt. Okay. Heel gek. Nu kan Martijn het ook. Ja. Je hebt te veel vertrouwen net in. Net zoals dat hij een marathon kan lopen. Ik heb nog gelukkig een mop. Misschien een envelop. Twee wat een envelop? Vingers. Vingers? Ja. Oh, in mijn tijd waren het geen vingers. Nee. Nee. In mijn tijd waren het tieten. Ja. Dat is zeker weer de bookgeneratie. Mag je zeker weer niet zeggen tegenwoordig. Misschien mag ik dat wel zeggen. Vond je het lekker? Nou, ik had nog wel wat meer zout en minder chilifokken toegevoegd. Het was een beetje smaakloos. Ja, ja, klopt. Wat vind jij ervan, Mika? Ik vind het heel zalig. Heel zalig? Zeg lekker, het is echt smikkelbaar. Ik vond het heel zalig, echt smikkelbaar. Delivery. Kijk hoe vies. Wat heb je gedaan? Gaat het er wel af? Dat zien we morgen wel. Het is gezellig bij Martijn en Mika. Ik vond de mac and cheese eigenlijk niet super lekker. Maar dat komt gewoon omdat we er niet genoeg lekker pittige kaas bij hadden gedaan. Dus het was een beetje flauw. Maar Mika heeft er alsnog 3 borden van gegeten. Dus dat was prima. Ik weet dus nog niet wanneer de podcast online komt. Maar volg alvast even de Instagram van Martijn's podcast. Mijn vader is een boomer. Oh ja, we hadden ook nog even McDonald's gehaald. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Dankjewel voor het kijken. En hopelijk ben je er morgen weer bij. Kijk maar even. Doei! Waarom zou ik het eigenlijk doen en niet jij? Ja, omdat ik die microfoon vast doe natuurlijk. Maar dat kan ik ook.